scoren met zorgvuldigheid. De veehouderij is van grote waarde voor Brabant. De sector zorgt voor voedsel, werk en welvaart. Tegelijkertijd vraagt de maatschappij om minder overlast, minder gevaar voor de volksgezondheid, een schoner milieu en meer dierenwelzijn. Daardoor staat de verhouding tussen de sector en de maatschappij behoorlijk onder druk. We willen het onderlinge vertrouwen herstellen met als doel een zorgvuldige veehouderij, waarmee boeren een goede boterham verdienen, en een leefbaar buitengebied in Brabant. Tijdens het Brabantberaad hebben overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties daarover stevige gesprekken gevoerd. Uiteindelijk is de knoop doorgehakt. Voortaan krijgen alleen bedrijven die zorgvuldig zijn een vergunning voor uitbreiding. Maar wat is zorgvuldig? Hoe meet je dat? Hiervoor hebben we samen de Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij ontwikkeld. De BZV biedt een objectief kader om de zorgvuldigheid van een bedrijf te meten binnen 3 thema's. Volksgezondheid, dierenwelzijn en gezondheid en leefomgeving. Zo zien boeren meteen welke zaken op orde zijn en waar ze nog verbeteringen kunnen aanbrengen. Uit deze meting komt een zorgvuldigheidsscore. Het alleen houden aan wettelijke verplichtingen scoort een 6. Met certificaten voor gezondheid en dierenwelzijn, met minder impact op de omgeving en innovatie, kunnen veehouders extra scoren. Vanaf 7 punten is dat genoeg om uit te mogen breiden. We willen toe naar 1 certificaat dat duidelijk maakt dat veehouderijen zorgvuldig omgaan met mens, milieu en dier. Meer openheid en dialoog schept vertrouwen en verhoogt het begrip van de omgeving voor uitbreiding. BZV, scoren met zorgvuldigheid.